Rijnburg geeft mee. Abouni, geen buitenspel. Eerste kans. Nee, wat een uitstekende ingreep van Memicevic. Uiteraard met alle risico. Hij moet hem goed timen, maar dat doet hij. 1-2 mislukt, maar dan is Avoni daar ook nog. En die geeft hem wel kansrijk voor. Daar kan Raï net niet bij. Davidson, rustig gebleven. Mahi. Schot van Mahi. Daar zit Del nog aan. Mahi, goed gecoacht dat hij door kon rijden, al was de aanname bij Mahi niet helemaal goed. Raï, Abouni is snel, sneller dan Memicevic. Die maakt dus maar geen overtreding. En is het dan raak? Is het dan raak? Nee, omdat Pat dat weer eens goed oplost. En Abouni in ieder geval in de Eredivisie veel moeite heeft om tot een doelpunt te komen. Geweldige paas van Raï. En dit hebben we al vaker gezien. Memicevic, die dat niet goed doet. Tegen Abouni. Nu wordt hij gered door Pat. Hubala, nog even dus gesproken voor de wedstrijd. En die was zeer blij met de grootte van het coachingsvak hier. Als hij een beetje zijn best doet, en dat wil hij nog wel eens doen, dan komt hij echt topfit terug in Nijmegen straks. Slordig. Balverlies van Von Haken. Bakuna. Goed gezien. Hier is Mahi en hier is het doelpunt. Ja, natuurlijk. Mimoun Mahi zet Groningen op voorsprong. En het gaat mis bij Von Haken op het middenveld bij NEC. Risicovol kan je zeggen, Sturing speelt Von Haken aan. Maar het is toch vooral een fout van Von Haken die Linssen de bal ziet afpakken. De overname is uitstekend. Goed werk van Linssen. En daarna Bakuna met het overzicht. En Mahi met de rust in de afronding voor zijn 11e doelpunt van het seizoen. Dibbeling. Jensen bij zich. Voorzet van Jensen is strak en het doelpunt is niet daar van Mahi. Te veel tempo hier gemaakt, waardoor Tibbeling de bal heeft. En daar is de kans en geen doelpunt voor Jesper Drost. Mooie aanval. Maar ik denk wat te gehaast geschoten. Abouni, laat hem maar. De wekkende sprint van Fomichov, die zal er straks uitgaan. Maar die kan eerst nog even wat anders doen. Fomichov, zelf maar. En de redding is daar van Pat. Een van de grootste kansen voor NEC in deze wedstrijd. Niet de grootste, die blijft denk ik nog steeds voor Abouni. Maar een grote kans is het. Goeie kopbal van Bakuna, die sowieso een prima wedstrijd speelt. Hier is Tibbeling. Geen ruimte voor een schot. Drost. Linssen. En de redding is prachtig van Del. Een paar kansen om te schieten. Uiteindelijk is het Linssen die het doet. En met Venijn. Maar het antwoord is daar. Bal tekort. Weer een fout achterin de opbouw bij NEC. Wordt het weer afgestraft door Linssen. Nee. Het is een klein wonder natuurlijk dat er pas één keer is gescoord. Grot. Nou, maar dat was wel niet in. Goeie voorzet! Oh, mooi uitgespeeld hoor. Maar de bal net niet binnengelopen. Een klein wonder, begint een groot wonder te worden. Dat er pas één doelpunt is gevallen vandaag. Mahi. Bakuna, weer goed. Hiarie. Bakuna, het schot is lekker. Het doelpunt prachtig. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Is een schitterende in een wedstrijd waarbij hij ook zeer goed speelt. Hij heeft er lang op moeten wachten. Want
Hoewel hij pas 19 is, is dit al zijn 45ste wedstrijd in de Eredivisie. Dat er natuurlijk ook wel niet meer kunnen zijn. Hij pakt nog wel eens een rode kaart. Maar na die rode kaarten, na die negatieve records die hij vestigde, nu positief in het nieuws. Bakuna, ook met deze tweede. Nee, dat net niet. Heel dicht bij treffer nummer 2 in de Eredivisie. Ja, je ziet dat het vertrouwen er ook wel is bij hem. Het gemak waarmee hij dat soort paasjes geeft. Davidson legt klaar, maar hier moet hem terugleggen. Die legt hem breed en daar is Bakuna, maar zijn tweede ligt er nog niet in. Ofosu. Schiet daar dus, zou je zeggen. Ja, probeer maar eens wat. Maar dat gebeurt niet en dus kan Groningen er weer uit. Met Idrissi. Oh, ze vallen al voor hem om voordat hij het hoeft te doen. Is het buitenspel? Nee, dan is daar Mahi, maar ook Del. Hij heeft meegegeven, Drost terug op Idrissi, dat mislukt. Toch nog Drost, alsnog Idrissi. Nee, het past net niet met Mahi daar. Bakuna dan. Bakuna, veel te hard. Het is echt ongelofelijk. Groningen wint, dik en dik verdiend van NEC. Er waren kansen voor NEC, maar Groningen benut als eerste via Mahi een echte kans. En daarna was Groningen duidelijk de bovenliggende partij met een uitblinkende Bakuna. En dat is wel eens lekker voor de 19-jarige speler die toch vooral vanwege zijn rode kaart in het nieuws kwam. Nu heeft hij zijn eerste doelpunt gemaakt in de Eredivisie en een meer dan goede wedstrijd gespeeld.